Vera Verheldert. Ik spreek vandaag met Bernice over hoe ze meer keuzes kan maken voor zichzelf. Wat uiteindelijk bleek, hoe kom ik uit de greep van mijn mentale focus. En hoe ga ik veel meer leven vanuit mijn gevoel. Je had de vraag ingestuurd, misschien al een tijdje geleden. Misschien is hij wel veranderd ook. Dat is wel in beweging gekomen. Ja. Dus het beste is gewoon maar in de groep te gooien wat het meest prioriteit heeft op dit moment. Ja, toch nog steeds wel de angst om keuzes te maken die fijn voor mij zijn. Ja. Om gewoon te kunnen leven en niet het leven van een ander te leiden. Ja. Dat. We zijn zo gewend, hè? Ja. En dat breekt me zo op dat ik zoiets heb van ja, maar dit gaat echt niet. Nee. En ja, we hadden het net over antidepressiva, dat heb ik dan heel lang geslikt. Dat wil ik ook niet meer, daar ben ik al heel lang, 5 jaar denk ik vanaf. Maar hoe ga ik het doen? Waar kan ik doorbreken? Dat gevoel heb ik. Want zijn er momenten dat je aanloopt dat je zegt van nou, daar zou ik eigenlijk een keuze voor mezelf willen maken, maar doe ik het niet? Want het is niet één hele grote stap die je moet maken. Net. Het zijn duizenden kleine stapjes iedere keer. Dat is wel een dingetje. Dit moment, ja. Ja. Want hoe meer stapjes, kleine stapjes je zet voor jezelf, dan op een gegeven moment gaat het natuurlijk kantelen. En als wij het gaan zien als een enorme stap, ja, dan is hij veel te groot. Nee, daar ben ik een beetje van aan teruggekomen, want ik had hem wel heel groot. Ik moet gewoon weggaan. Ik wil al heel lang in Spanje gaan wonen, op een bepaalde plek. Ik denk, als ik dat nou gewoon doe. Maar dan denk je, dat is er niet, want dat is te groot. Ja. Het is hier, in dit, ik noem maar even dit leven hier. Het ligt aan wat je wilt vermijden als je naar Spanje gaat, hè? Ja, een vriendin zei heel mooi, want ik wilde een paar maanden na, toen zei ze, wat denk je hier nou te komen zoeken, zei ze, die paar maanden. Wat? En toen dacht ik, oh fuck, oh ja, natuurlijk, wat denk ik daar te zoeken? Zij is afgezien van het feit dat je het hier heel fijn vindt, dat je de mensen heel leuk vindt, want daar wonen ook vrij veel Nederlandse mensen en Engelsen. Maar wat wil je? En toen ben ik gaan nadenken en wat kwam, was dat ik altijd, dat het thuis heel onveilig was, ging ik altijd in mijn hoofd vluchten. Mm-hmm. En ook bij vriendjes vluchtte ik altijd, ik had altijd wel iemand achter de hand. Yeah. En Spanje merkte ik op een gegeven moment, was ook zoiets van, oh, maar als ik het hier niet kan, hè, dan kan ik altijd daar nog naartoe. Precies, want omdat het, ja, dat in mijn hoofd zitten vroeger was veilig. Ja. En het grappige is, als wij dingen willen om te ontvluchten, dan gebeurt het meestal niet, nee, hè? Nee. En als het echt een verlangen is van je hart en er zit gewoon een positieve flow in, dan hoef je met je vingers te knippen en is het voor elkaar. Ja, en dat is dus niet zo. Nee. Dus ook als de dingen, zeg maar, die je graag wil niet gebeuren, is voor mij altijd een reden om nog eens een keer goed te kijken. Ja. Ja. Maar laten we even teruggaan naar die, dat je zegt van, goh, ik wil keuzes maken voor mezelf. Op wat voor momenten loop je er tegenaan dat je dat niet doet? Dat hij echt gaat wringen, zeg maar. Ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig, of alleen tijd. En ik heb 3 kinderen, die zijn wel ouder hoor, zijn niet meer klein. Dus in principe hoef ik daar niet zoveel voor te zijn. Maar vind ik het heel lastig om die ruimte te nemen. Kijk, zoals naar zo'n hotel gaan een nacht, oké, dat is helemaal geen issue. Maar thuis ruimte nemen om... voor mezelf, maar ook om dingen uit te spreken. Mm-hmm. Ook naar vriendinnen. Daar. Oké. Dus laten we even bij zo'n thuissituatie kijken. Mm-hmm. En wat speelt er dan in je hoofd? Wanneer gaat dat wringen? Gaan even inzoomen. Nou, zoals gisteren. Mijn zoon, die was zaterdag naar voetbal geweest en die had er echt een mega schaafwond. Zag er echt heel naar uit. En alle andere wonden. Maar ik had me net voorgenomen, ik ben sinds kort weer bezig met de Artist's Way, ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat ze allemaal oefeningen doen van om je eigen kunsten nou weer in jezelf te ontdekken. Nou, en dan was ik, er worden opdrachten bij, dus ik denk, zo, dan ga ik lekker zitten. En dan komt hij binnen. Ja. En ik, oh shit. Ja, hij kan moeilijk lopen, dus ja, hij wilde eten. Dus dan ga ik thee maken, ga ik dit doen. En voor ik weet, ben ik een uur verder. Ja. En...
ik moest ook weg. Ja. En toen had ik niet die oefeningen gedaan, of niet die opdrachten, terwijl ik me daar erg op verheugd had. Precies, ja. En het zijn telkens van dat soort... Ja, de vraag is dan alleen of het is, of het probleem is dat je niet voor jezelf kiest. Mm-hmm. Of dat het probleem is dat je moeilijk voor van ingenomen gedachten kan afwijken. Nee, dat is inderdaad zo. Want je vertelde me dat je ook autisme hebt gehad. Ja, vorig jaar. Ja. Dat is natuurlijk echt een dingetje. Ja, dat is een dingetje. Ja. Ik vind het heel lastig, want ik heb... Ja, mijn, of ja, ik kan het rigide noemen of niet, maar ik heb mijn dingen voor de dag. Ja. En daar fietsen natuurlijk heel vaak kinderen gewoon doorheen. Precies. En dat knetten. Ja, en je moet je erop voorbereiden, hè? Ja. Zo'n artist of die oefeningetjes. Ja. Je moet je eigenlijk de dag ervoor al van, nou dan, morgen om 10 uur of zo, hè? Ja. Je moet een soort van jezelf voor klaarmaken om het te gaan doen, omdat het al een drempel is, hè? Ja. Want het is een nieuwe gewoonte die er nog niet in is. Nee. En nog niet echt vanuit natuurlijkheid gebeurt. Je moet het nog voorbereiden. En dan ben je eindelijk op dat punt. En dan komt er iemand tussendoor die eigenlijk voorrang nodig heeft. Ja. Want dat zegt je moeder hart en ook je moeder lat. Mm-hmm. Die ergens hier ligt. Ja. Toch? Ja, die zo. Ja. Ja. Die, dat ligt daar. Ja. Dus ja, daar heb je eigenlijk twee mentale dingetjes die daar conflicteren. Dus wat we eigenlijk willen is op dat moment eigenlijk alle mentale dingen overboord te gooien en voelen wat belangrijk is in dat moment. Ja. Ik zal je, ik natuurlijk ook dit probleem, ik ken het, ik herken het ook. Ja. En wat mij heel erg heeft geholpen is het zinnetje, er is niets wat ik absoluut zeker weet, wat mij getraind heeft om buiten de mentale zone te leven. Oké. Hoe doe je dat? Dus wat ook heel erg helpt is, er is niet meer een ik nodig om te beslissen, mm-hmm. maar op dat moment is er een dynamiek, een energetische dynamiek. Ja. En die bepaalt wat nodig is. Dus eigenlijk doe ik, mijn ik doet de stap naar achteren en het loslaten van plannen is heel moeilijk. Maar wat je ervoor terugkrijgt, en die interesse moet je krijgen, want dit loslaten is heel moeilijk op het moment dat dit het belangrijkste en het leukste lijkt en het beste lijkt op dat moment. Dus er moet iets voor in de plek komen wat leuker is of interessanter of beter werkt. Want anders kan je dit niet loslaten. Nee. Nee, ik kon gisteren dan op zich makkelijk die knop omzetten. Ik denk, oké, goed, ja, Puk is nu dit en dus hij, dat is nu voorrang. Ja. Dan, ik bleef wel met een knaaggevoel zitten van, Precies. Maar normaal word ik boos. Dan denk ik, ja, verdomme, jullie alweer. En, precies, want je focus ligt daar en dan moet je die kant op. En heb je boos nodig om weer terug te gaan, omdat je meteen die kant op wordt geslingerd. Omdat, nou wat dan ook allemaal voor regels je stemmetjes zeggen van dat dat belangrijker is. En dat dan het ik-stemmetje gaat weer overboord. Ja, want als hij is geweest, nou, gisteren was dat niet meer, dan komt de andere. Of dan komen er weer vriendjes van de andere. En dan denk ik. Ja, dus soms, op het moment dat je overschakelt op een andere laag, dus uit de mentale laag, maar op de laag van dat je energetisch voelt hoe het bewegen wil door jou heen. Mm-hmm. Dat is een andere mindset, ja, hè? Ja, ik snap wat je zegt. Ja. Hoe wil het bewegen door mij heen? Dan wordt het ook interessant, want dan gaat een soort van... spirit het overnemen. Mm-hmm. En spirit kiest altijd de weg door degene heen die het beste werkt voor iedereen. En dan word je namelijk verrast door geschenken die veel groter zijn dan dat je met je mind kon bedenken. Ja. En dan wordt je leven magie. Okay. Dat is de manier waarop ik mij lukte om uit die mentale, eigenlijk rigide voornemens te komen. Dus op het moment dat ik dat je voelt, ik wilde eigenlijk dat, dan weet je ook, ik zit weer hierin. Ja. Oké, wat wil er op dit moment gebeuren? Oké, als alles overboord gaat, waar wil mijn lichaam heen bewegen? Maar als het dan nou iets heel anders is? Dan kan jouw lat van moederschap nog zeggen, goh, ik vraag even of iemand anders jou helpt. Oh ja. Dus dat je wel zorg draagt, ja. Maar op een andere manier dan jij. Oké. Ja.
Is het mijn echtgenoot ook aanwezig? Ja, ja. Okay. Ja. Dat is een mooie, hè? Ja. Die zoiets kan vervullen. Ja. Of misschien grote zus. Ja, die kon dat gisteren dan even niet, maar goed, normaliter wel. Dat is, ja. Ja. Of dat je het even parkeert, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Maar waarom, daarom, omdat het zo moeilijk is, geef ik je een hele andere ingang. Die ook wat oplevert. Want dan is het, ik besef, is er nog wel? Is er, besta je nog wel? Ik heb dan het gevoel alsof ik er nou helemaal niet meer toe doe. Niet bij die bij wat jij vertelt. Mm-hmm. Maar als ik in de flow meega, dan verdwijn ik zelf niet, zullen we maar zeggen. Nou, in zekere zin wel. Maar ja, de vraag is alleen, met wie je je identificeert. Dus wat je ziet bij neurotypische mensen is dat ze zich identificeren met het geheel van lichaam, geest en emoties. Het overgrote deel. Ja. En dat is voor mensen met autisme lastig. Dus daar is er of helemaal geen identificatie, maar dat is nog lastiger. De meesten zoeken wel iets. Mm-hmm. En dat is of identificatie met het voelend wezen wat ze zijn. Maar ook daar kiezen de meesten niet voor, omdat er juist over gevoeligheid is dat gekwetst is. Ja. De meesten kiezen ervoor om zich te identificeren met een heel pakket aan regeltjes. Ja, maar ik noem het plaatjes. Ja, ik als moeder, hè, in het plaatje wat je dan hebt over moeder zijn. Ja. Ik als echtgenoot, ik als keuken, prinses, ik als poets, ik als tuinvrouw, ik als... Ja, allemaal aparte. Ja, en dat zijn al die regeltjes die dus conflicteren met die regeltjes die zeggen, ja, maar nu ga ik voor die oefeningen. Dus het is een enorm mentaal gevecht. Ja. Dus het is veel gezonder om je perspectief en ook je identificatie te verplaatsen naar eigenlijk het voelend wezen wat je bent. Wat eigenlijk voorbij een ikje gaat. Dat gaat over een zelf als ziel. Mm-hmm. En dan is het ook minder, hoe zeg je dat nou? Minder erg vind ik een beetje raar, zeg maar. Om er dan te zijn voor mijn zoon op dat moment. Om die boterhammen te smeren. Precies. En kop thee te maken. Want op die laag namelijk zijn we zo verbonden met elkaar. Ja. Dat de magie van verbondenheid dan zich gaat spiegelen. En dat je dus heel veel voldoening kan halen uit het verzorgen van zo'n schaaf. Ja. En dat je daarna ook veel meer vanuit echt plezier die oefeningen zou kunnen gaan doen. Of dat je achteraf, als de dag voorbij is, je realiseert, goh, wat een rijke dag had ik vandaag. En ik had het niet eens bedacht. Ja. Ja, dat was zaterdag wel, want ik was met hem alleen en ik dacht, oh, ik ga met hem ergens eten, dat is leuk. Maar ja, goed, hij had zo'n schaaf, want hij kan niet eens een broek aan. Mm-hmm. Dus ja, hij zei, ja, mam, ik ga niet in mijn korte broek ergens naartoe met dit weer. En toen hadden we thuis allemaal lekkere dingen gemaakt en toen was het ook helemaal goed. Ja. Was het ook echt gewoon helemaal fijn. Precies. En dat is fijn, hè? Ja. Maar we moeten misschien ook nog even hebben over hoe hoog die lat van het moederschap ligt. Zo. En over hoe oud de kinderen zijn en hoeveel jij daar prima alleen tijd in kan pakken. Ja, die kinderen zijn 22, bijna 19 en 14. Dus, ja. Dus die krijgen ook dan voorbeeld, hè? Dat als jij tijd voor jezelf pakt, dat ze dat ook mogen doen, hè? Als ze groot zijn. Ja. Nu zullen ze dat weer doen, maar als ze ook in de rol van ouder komen, dan komt ineens dat stemmetje, oh ja, dat betekent dat. Ja. En dat hebben ze dan van jou geleerd. Ja. Dus het vraagt even een ander gezichtspunt, waardoor eigenlijk die het enorme mentale grid wat kan openen. Kijk, ik noem het dan dit, die tunnelvisie, ja, dat is dat zo. Gewoon ja. Open mag. Ja, en het moeilijke is natuurlijk zeker met dingen die je graag doet, maar niet vanzelf gaan. Zoals die oefeningen, dat je ook echt die focus nodig hebt van tevoren. Ja. En ja, die gaat dan weer onderuit. En dat is het vervelende. Ja. Dus dat is, dat blijft een lastige. Ja. Maar dit maakt het in ieder geval minder rigide en makkelijker om over je teleurstelling heen te stappen. Dat je eigen tijd klopt. Wordt gedwarsboomd. Ja. En het ook niet zo te zien. Nee. Dus tijd die voor mijn tijd gedwarsboomd wordt. Precies. En dat je het daarna op een ander tijdstip ook kan doen. En dat het misschien wel veel beter klopt op dat moment. Ja. Ja. Als je nu zou voelen waar je van nature heen zou bewegen. Hoe voelt dat dan? Hier.
Hier, hè? Ja. Ik merk het, je zit heel erg solide hier. Klaar. Ja. Wat ook een nadeel kan zijn, want om iets voor elkaar te krijgen, heb je wel een impuls nodig die naar buiten gaat. Mag je iets helder zeggen? Nou, als ik jou energetisch voel, zeg, dan ben je echt zo'n solide boom. Nou, het is zo niet zo iets. Hoor. Nee? Nou, nu in ieder geval wel. Oh. En ik kan me voorstellen dat mensen naar jou toe komen graag. Ja. Een soort van plakband ben je. Het is wel minder geworden. Dat was vroeger sterker dan nu, omdat ik het ook afhoud. Ja. Dat ik het te veel vind. Precies. Dus kan je een voorbeeld noemen waarin je... Want het is je natuurlijkheid, zeg maar het grenzen daarin voelen is een ander verhaal. Ja, dat is een ding. Dus waarop ik daarin aanhaak is... Je hebt zo'n erg center dat, zeg maar, de impuls om naar buiten toe te gaan... moet je bewijs van eerst met je mentale geest maken voordat die volgt. Mm-hmm. Dus niet vanuit mezelf. Die... Ja, het is zo'n enorm stil middelpunt. Het is een soort van stilte daar. Ja. Dus ik ben benieuwd of je de beweging zou voelen. Om naar buiten te gaan. Ja. En dus bedoel... als je overstapt uit het mentale naar het voelende, is dit een dingetje. Als we bijvoorbeeld terug eens gaan naar die mensen die dan kleven, hè? Ja. Die komen kleven. Je vertelt van op een gegeven moment vond ik dat te veel. Hoe voelde je dat? Hoe merkte je dat? Ik had het gevoel dat ik dan bijna een soort leven van hun aan het leiden was. Mm-hmm. Mee aan het leven was, niet leiden met een korte ei. Ja. Maar dat... En was het op dat moment of daarna dat je dat realiseerde? Daarna. Oké. Okay. Ja. En kan je omschrijven hoe het precies voelt? Alsof ik niet besta. Mm-hmm. En is dat een besef of is dat ook, voelt het ook op een bepaalde manier? Op dat moment voelt het echt zo. Alsof mijn eigen gevoel, dan moet ik echt weer een tijd in stilte of alleen zijn om weer bij mezelf terug te komen. Ja. Ja. En wat we eigenlijk willen bewerkstelligen is, op dat moment is alle ik-besef, zeg maar, verdwenen. Mm-hmm. Maar gevoelsmatig werkt je systeem wel heel goed. Alleen dat moeten we gaan opmerken. Dus in zo'n gesprek, zeg maar, met een ander, op een gegeven moment dan merk je dat het niet meer prettig is. Ja. Dat je zelfs een beetje misselijk van wordt. Ja. Of dat je eigenlijk om wilt draaien. Maar er is dan geen stemmetje, ik vind het niet meer leuk. Nou, die is wel heel erg een fractie van een luttele seconde. Maar dan denk ik, dat mag niet, dat kan niet. Weet je? En dus dan ga ik daar weer overheen en dan blijf ik maar zitten. Maar dan ga ik al heel erg een grens over. Precies, ja. En die grens wordt eigenlijk al aangegeven door jouw gevoel dat het niet prettig meer vindt. En daar moet je naar gaan luisteren. Ja, nee, dat klopt. Ja. Die is wel heel helder. Die is heel helder, ja. En die is ook helder als het gaat om iets wat jou vreugde geeft. Dus als je op die laag in gaat zoomen, ook naar je zoon toe bijvoorbeeld, dan voel je, op dat moment wil ik eigenlijk wel voor hem zijn. En op het moment dat die wond goed is en hij heeft zijn plekje, merk je dat je daar weer afstand van wil nemen en je ding wil doen. Ja. En op die laag is alles veel flexibeler. Ja, ja, want ik had zaterdagavond, had ik er ook helemaal geen moeite mee om voor hem te zorgen en te doen. Vond ik het leuk, toen viel me zelfs op van, hey, ik vind het gewoon echt helemaal leuk. Precies. En het is helemaal goed, kost me geen moeite. Ja. En wat maakte die situatie anders als de volgende dag? Omdat ik had iets bedacht wat ik ging doen. Ja. En ik zat echt gewoon net 3 minuten klaar met mijn boekje zo op tafel. En ik had alles zo, heb ik zo zin in, dit ga ik doen. Ja. En toen ging de deur open. Precies. Hi mom. Precies. Oké. Okay. Ja. Het helpt mij ook altijd om te denken, oké, dus mijn aanwezigheid is ergens anders nodig. Ja. En dat is niet wat ik bepaal, maar wat het wordt bepaald. Nou, weet je wat het dan is, denk ik, wat je dan zegt over het gevoel. Dat mijn gevoel wel vaak heel helder is, maar ik luister, geef de grens niet aan, ik luister daar niet naar. Precies. Dan, als er dan ook nog zulke situaties zoals gisteren dan gebeuren, dat ik er niet toe doe. Maar dat doe ik dus eigenlijk zelf. Ja. Want ik luister niet naar dat gevoel op andere momenten. Precies. Van, hé, hier is een grens. Ja. Ja.
Maar daar zit hij. Ja. Dus daar is werk aan de winkel. Ja. Helder. Oefenen, oefenen, oefenen. Laat luisteren, een keer doen. Kijken hoe het oplevert. Of het beter gaat. Ja. En ook leren opmerken wat de verschillende lagen zijn. Dus waar is gevoel aan het spreken? En waar is mijn hoofd... houdt mijn hoofd me in de greep? En houdt het me hier? Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat klopt wel. En dat hoofd houdt me vaker in de greep dan mijn gevoel. Ja, ja. En dat daar jouw aandacht, zeg maar, wil zich wat verplaatsen naar voorlaag. Ja, dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Ja, en dat is oefenen. Ja. Het is voor mij even wakker maken hoe dat dan inderdaad kan praktisch. En dan is het oefenen. Mm-hmm. En dan ga je merken dat je keuzes gaat maken vanuit wat hier belangrijk is en dus voor alle betrokkenen belangrijk, waar jij veel meer voldoening uit haalt dan alleen maar vast te houden aan wat hier begint en wat hier wil en nodig is en regeltjes en want uiteindelijk beperken die ook ons. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja? Ja. Voelt het rustig? Ja. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Ja.